Meneer, heeft u enig idee waar de dichtstbijzijnde AED hangt? Oeps. Nee. Ik weet precies waar je het over hebt, maar ik let er niet op, hè. Geen idee waar die hangt. Geen flauw idee, nee. En ik denk wel in het wijkcentrum. Daar zal hij ongetwijfeld hangen in de sporthallen. Maar zoals hier of in de buurt zelf, nee. De Hartstichting heeft een onderzoek hiernaar gedaan. En daaruit blijkt dus dat 1/3 van de mensen niet goed weten waar in hun buurt een AED hangt. Ja, en dat is toch wel erg veel. En zeker als je beseft dat in buurten de meeste hartstilstanden voorkomen. En ondanks dat bijna niemand weet waar die hangt, is de dekkingsgraad van AED's in West-Friesland bijzonder goed. Zo scoren Enkhuizen, Op Meer en Stedenbroek een volle 100%. Met name in Drechterland valt er nog wat winst te behalen. Wat wij zien in West-Friesland is dat er dus al aardig wat AED's geregistreerd zijn en dus dag en nacht bereikbaar zijn voor burgerhulpverleners. En dat is zeker positief. Wat natuurlijk ook wel belangrijk is van, nou, waar hangen ze nou precies? Hè? Stel dat er in één straat er 4 hangen, maar in een andere wijk geen, dan ja, is die spreiding niet helemaal goed. Dus in die zin roepen we mensen ook op om goed om zich heen te kijken van, waar hangt ze nou bij jou en in de buurt? Hangt die buiten en is die ook geregistreerd bij het oproepsysteem? Bij Praathuis Het Slot in Horen hangt de AED sinds kort buiten, omdat ze niet altijd open zijn. Tot blijdschap van de beheerder. Hij hing denk ik net 2 weken. En toen was er al een oproep voor dat hij echt gebruikt moest gaan worden hier op het Julianaplein. Dus was echt op tijd. Wat zou er nou gedaan kunnen worden om ze nog beter zichtbaar te kunnen maken? Misschien in de wijkkrant of iets dergelijks. Ik denk misschien ook met een bordje. Gewoon, je ziet, daar staat ook een bord wat je hier niet mag. En wat je wel mag, nou, hang er een bordje onder, daar hangt dat ding.